In deze video gaan we kijken naar hoe je een 2,5 inch SSD inbouwt in je computer. Het inbouwen van een nieuwe SSD is vrij eenvoudig, maar moet wel met enig beleid worden uitgevoerd. Overigens moet het niet in de war worden gehaald met het uitbreiden van je RAM-geheugen, want dat is weer een heel ander soort geheugen en daar hebben we een aparte video voor. Nou, wat heb je allemaal nodig voor het inbouwen van een SSD in je desktop? Uiteraard altijd eerst een SSD en een desktop, een gereedschap, in dit geval alleen een schroevendraaier, eventueel een antistatische armband of een handdoek of een zachte ondergrond, een bakje voor bijvoorbeeld schroeven of andere kleine onderdelen en een 2,5 inch bracket om een 2,5 inch SSD in een 3,5 inch slot te kunnen doen en uiteraard een SATA-kabel, in dit geval een stroomkabel, want de SATA-kabel zit er al in. Er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen waarmee je rekening mee moet houden. Ik zei het net al, een antistatisch armbandje is heel fijn, maar mocht je dat net zoals ik niet hebben, dan kun je ook één keer in de zoveel seconden even een metalen onderdeel van je kast aanraken. En dat zorgt ervoor dat je niet zo'n schokje krijgt, zoals je misschien wel kent, want dat, als dat gebeurt bij gevoelige onderdelen in de kast, dan kunnen ze misschien wel kapot gaan. Zorg er uiteraard voor dat de voeding eraf is, dat je de aan- en uitknop een paar keer om hebt gedraaid en zorg ervoor dat je de powerknop een paar seconden hebt ingedrukt, want dat zorgt ervoor dat eventuele reststroom uit je kast is verdwenen. Allereerst moeten we uiteraard de behuizing openmaken en dat gebeurt met deze schroefjes. Nou, vervolgens haal je de plaat van de kast af en kunnen we de binnenkant van de kast bekijken. Zorg ervoor dat je de schroeven bij elkaar houdt zodat je deze niet kwijtraakt en daarna gaan we de daadwerkelijke schijf inbouwen of in sommige gevallen vervangen. Nou, in principe is het echt heel eenvoudig. Je steekt deze in de bracket en die zet je vast. En vervolgens zet je de bracket op de slot van een 3,5 inch schijf en zet je die aan alle punten vast, zo aan de rechter als aan de linkerkant van de kast. Vervolgens kun je de gewenste kabels aansluiten, in dit geval dus de SATA-kabel en de stroomkabel, en is het inbouwen in principe in één slag gebeurd. Nu de schijf in de computer is gezet, kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt de SSD als gewone extra schijf gebruiken of je kan Windows op deze schijf installeren. Als je je SSD als gewone schijf wil gebruiken, start je de computer gewoon zoals normaal op. De kans is groot dat Windows de schijf niet direct herkent en dan zul je nog een aantal andere handelingen moeten verrichten voordat deze helemaal werkt. Als eerste ga je naar configuratiescherm, ga je naar systeembeheer, ga vervolgens naar computerbeheer, dan naar opslag en schijfbeheer. Daar zie je dat er een geallockeerde schijf is, maar die is nog niet bruikbaar. Wil je die gebruiken, dan klik je daarop met je rechtermuisknop en klik je nieuw eenvoudig volume. Je klikt op volgende, geeft de schijf een letter en hierna is de SSD zichtbaar in Windows Verkenner. Vergeet overigens niet om op de site van de fabrikant de drivers van de SSD te downloaden, anders zal de schijf niet de snelheden halen die jij wenst. Nou, de andere optie waar ik het over had is om Windows op je nieuwe schijf te installeren. En dit kan ik zeker aanraden omdat de schijf en leesnelheden van een SSD en zeker van deze echt heel erg snel zijn. Dit kun je op twee manieren doen. Je kunt uiteraard de oude schijf helemaal klonen en alle informatie plus de opstartgegevens naar je nieuwe SSD overzetten. En de andere keuze is een schone en nieuwe installatie doen van Windows op je nieuwe SSD. Heb je nou die keuze, kies dan altijd voor een schone installatie, want dan haal je zeker het meeste rendement uit je SSD, zeker als je oude schijf een gewone harde schijf is. Dit komt overigens ook omdat Windows zelf herkent of die op een HDD of een SSD is geïnstalleerd en daarom ga ik ook laten zien hoe je een schone installatie doet. Allereerst zoek je je Windows seriecode op, die heb je namelijk weer nodig. Maak je er een foto van of schrijf deze op en deze kun je normaal gesproken op de verpakking van je Windows product vinden of bijvoorbeeld ergens op je kast. Ben je de code nou kwijt, neem dan even contact op met Microsoft via een telefoonnummer in de beschrijving, want die kunnen je zeker verder helpen. Zorg ervoor dat je een USB-stick hebt van tenminste 4 GB. Ga naar de site waarvan de link in de beschrijving staat en download de speciale tool. Dit is een tool om nieuwe schijf te maken voor een andere PC. Selecteer vervolgens in dit programma je USB-stick en wacht tot Windows erop staat. Nou, wanneer dit programma helemaal klaar is, laat je de stick gewoon in de computer zitten. Start je deze opnieuw op en druk zodra het scherm aangaat op F12. Nu zal de installatie van Windows zelf opnieuw beginnen. Nou, hier kan je uiteraard die nieuwe schijf selecteren die we er net hebben ingezet. Mocht je het nou niet 100% zeker weten welke schijf je moet selecteren, haal dan in de kast alle andere schijven los. Maar hou er wel rekening mee dat alle stroom van de kast is terwijl je dit doet. Nou, vervolgens gaat hij zelf even alles installeren en ben je als het goed is helemaal klaar met de installatie en het gebruiksklaarmaken van je nieuwe SSD.